Kijkers van Loek TV, welkom met deze uitzending. Ja, een actieve uitzending, want u zult wel eens denken, ja, je staat overal maar en maar praten en maar zitten, maar we moeten ook wel eens lopen voor ons beroep. Naast mij loopt Carla van Munt. Carla, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben hier bij ons de burgemeester van Schiedam en alle dames van de gemeenteraad en wij lopen door het oude gedeelte van Schiedam. Waarom doen wij dat? Dat doen wij in het kader van de nieuwe winkel- en uitgaansgids, waarin een stegenroute zit. En wij lopen met de dames vandaag die stegenroute. En waarom doen wij dat alleen met de dames? Nou, omdat de doelgroep van het boekje met name dames is. En die moeten dan weer de heren overhalen om vervolgens weer gezellig de stad in te gaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit hele verhaal natuurlijk gebaseerd is om de toerist te verwennen. Precies, ja. Daar is het voor bedoeld. Ja. Even over de stegenroute. Waarom stegenroute? Nou, Schiedam heeft natuurlijk heel veel leuke, bijzondere stegen. En die zijn toch eigenlijk niet zo heel erg bekend vaak voor de mensen. En dat geeft in die historische stad, maakt dat dat je toch op een hele bijzondere manier die stad leert kennen. En bovendien zit rondom die stegen zijn heel veel leuke winkeltjes te vinden. Dus daarom de stegenroute. Oké, okay. Nou, we gaan ervan genieten, dankjewel. Precies. Ik heb met Willy Hermans eens een keer zo'n rondje gemaakt. In interieurs bij verschillende mensen. Hè? Die kennen we altijd. Wat is het? Als het mannetje naar buiten komt, dan staat het vrouwtje toch goed weer? Of nee, dat is geloof ik andersom. Ja, bij mannetjes is het altijd slecht weer. Ja, ja, ja. Hallo. En waar komt het mannetje nou naar buiten? Ik ben er onbekend. Maar mannetje en vrouwtje zijn hier gelijk, Corrie. Dus dat moet gewoon je goed doen. Het is wel grappig, want we gaan voor de winkels. En die stad die blijft ons nog boeien met alle pandjes. Hè? Het zijn allemaal krijgertjes, die paraplu'tjes. Wij zijn allemaal naar winkeltjes aan het kijken. Wat vinden jullie een leuke winkel? Ja. Dat is ook een museum. Kijk, ja. Bali, ja. Bali. Die kant op. We gaan rechtsaf. Ja. Ja. Ja, kijk eens, waar het eigenlijk om gaat is dit boekje, Ontdek Schiedam nu. Naast mij Julia Snickers. Julia, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent, zoals voetballers dat zeggen, overgegaan naar een andere. Je deed eerst de artotheek, je doet nu weer wat anders. Dit boekje, Ontdek Schiedam nu. Voor wie hebben jullie dat nou eigenlijk gemaakt? Eigenlijk is dat een boekje voor mensen die graag Schiedam zouden kunnen ontdekken. Tenminste, wij willen dat met dat boekje bereiken dat heel veel mensen ontdekken dat Schiedam, ondanks dat heel veel mensen dat nog niet weten, toch wel hele leuke winkels heeft. En leuke locaties, ook leuke horeca. En we hopen dat mensen hier zo'n een middagje doorbrengen met winkelend en iets lekkers eten en drinken. Nou, vanmiddag is dan de testcase, want we hebben alle meisjes uit de gemeenteraad bij ons en de burgemeester. Zij gaan als het ware gewoon eens eventjes checken of het nou allemaal wel leuk is. Of het leuk is, ja. En om eventjes te ervaren hoe dat is. Want ik heb ook al... wij lopen vanmiddag de stegenroute. Ja. En dat is eigenlijk een hele leuke manier om die winkels te ontdekken. Ja. Je loopt dan via allerlei stegen. En er zijn ook stegen bij die voor sommige mensen helemaal niet bekend zijn. Dus wij proberen juist iedereen een route te laten lopen langs hele leuke plekjes. Mm-hmm. Dus je ontdekt Schiedam, je ontdekt de winkels en je ontdekt een beetje van de geschiedenis van de stad. Ja. Even toch over die stegen. Ja, mensen zullen zeggen, ja, wat moet je nou in zo'n steeg zoeken? Daar is niks te doen. Nou, een steeg is juist heel erg aantrekkelijk om te zien. Tenminste, dat vind ik hoor. Ik vind steegjes altijd wel hele leuke plekken. Er staan vaak mooie oude pandjes in. Hebben vaak een verhaal. In Schiedam hebben veel stegen bijvoorbeeld de namen die nog naar de visserijtijd verwijzen. Ja. Je hebt Keetsteeg ook nog en Taansteeg. Dat heeft bijvoorbeeld nog met de visserij te maken. Maar met andere woorden, ook de Schiedamse dames, nodig even familie uit, hè? Vrouwen vooral, denk ik. Lekker winkelen, shoppen, lekker ergens zitten met een moorkop. Is dat een beetje de bedoeling? Ja, zeker. Maar ik heb ook al van mannen gehoord dat zij dat juist wel leuk vinden, hoor. Het is ook wel eens helemaal andersom, dat
een man het heel leuk vindt om te winkelen. Dus die zijn niet uitgesloten. Dus het is, Heren, heeft u het gehoord? Ook met de mannen kunnen wij de stegen doorlopen. De keetstegen en de taanstegen. Ja, alleen moeten we natuurlijk wel beter weer hebben. We hebben nou een beetje pech, het regent een beetje. Ja, dat is jammer. Maar dat is maar tijdelijk. Dan laten we ons niet door kisten. Een beetje schoolreisjesfeertje. Vind je? Ja. Ja, ja. Ja, dit wordt wat. Kijk eens, want ik zit nu met al die dames en maar praten over bedden spreien en leuk en hapjes en drankjes. Kortom, we zijn lekker op weg. Ik kan hier pas naar kijken als ik weer oma word, maar precies. Het is toch goed om op te zien. En dan moet je op de. Oh, wat leuk. Hebben jullie dit zelf niet? Dit heb ik al 2-3 jaar. Dit vast? Heb ik nog nooit gezien. Joke Daan, is dat nou leuk, zo'n tocht maken? Op zich heel leuk. Je ziet toch weer andere dingen van de stad. Ik loop hier veel rond. Ja. Maar doordat Julia wat andere uitleg geeft dan dat je normaal ziet, vind ik dat heel leuk. Ja. Heb je nou de indruk dat als mensen zo'n gidsje gebruiken, hè, aan de hand van zo'n gidsje lopen, dat het allemaal een stuk makkelijker is dan dat je het zelf moet opzoeken? Ik denk wel. Want als je hier zomaar loopt, dan neem je de weg die je ziet en je vindt niks. Nee. En zo'n gidsje is leuk om te volgen. Wat voor mensen, denk jij, zouden hier nou op afkomen van buiten Schiedam? Ja, de doelgroep, weet je. Meisjes. Meisjes tussen 35 en 60, geloof ik. Maar ik vind dat onzin. Ik denk als die gidsjes voldoende beschikbaar zijn, dat iedereen dat gewoon handig vindt. En uitgeven, doorgeven aan familie en zo. Hè? Zou je nou de indruk hebben dat er ook veel mensen in Schiedam nu denken, die komen nou op plekjes, daar weet ik zelf eigenlijk niks van. Ja, dat denk ik wel. Bijvoorbeeld net achter de Teerstoof en zo. Hè? Daar kom je nooit. Ja. Want het is een dood hoekje op zich natuurlijk. Maar het succes van dit hele verhaal is gewoon dat je lekker met z'n allen moet gaan. Dan komt de sfeer weer een beetje terug naar gezellig en een beetje ondeugend. Nou, wij hebben binnenkort de familiedag. Dus dat is ideaal. Dan zien we de hele familie aan door Schiedam lopen. Ja. Dank je wel. Nou, ook even een stukje meegelopen. Nou, we zijn de helft van de kudde al kwijt. Alle meisjes lopen overal O en A. Is dat nou toch eigenlijk het leuke, dat je het met een heel stel moet doen? Het is wel leuk om in een groep te shoppen, maar kan ook alleen natuurlijk. Ja. Maar heb je nou tot nu toe dingen ontdekt waarvan je denkt, nou, dat wist ik nou echt niet? Even kijken. Nou, ik heb een aantal zaakjes op de Dam gezien. Eigenlijk nog een beetje te weinig tijd gehad om daar ook heen te gaan. Maar ik ben wel van plan om een aantal tantes er maar uit te nodigen. Om hier ook toch heel de dag door te brengen. Dus lekker lunchen, een high tea. Of wellicht naar de sauna. Toch lekker. Zij gaan Schiedam ontdekken. Zij gaan Schiedam ontdekken. En zowel mannelijke als vrouwelijke ambassadeurs. Succes. Dankjewel. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik loop nu in de Korte Havensteeg. Nou, daar ben ik echt van mijn leven nog nooit geweest. Nou, je ziet het. Ik denk dat het, wat zal het zijn, nog geen 1,5 meter breed is. Korte Havensteeg, die zit, moet ik even goed zeggen, bij de Vlaardingenstraat tussen 7 en 9. Nou, wat daar allemaal te ontdekken valt, dat gaan we afwachten. Maar de meisjes vallen een beetje uit elkaar. We hebben een ploegje voorop en we hebben een ploegje wat nog moet komen. Ja, daar valt schijnbaar toch heel veel te ontdekken in Schiedam.
zijn we Dam onbeleefd. Gaan we die kant? Nou, ja, zou ze achterna moeten. En Albert is erbij, die weten we wel. Kijk eens, het is zover. De dames zijn al verdeeld. Afscheidingen, we gaan naar links, we gaan naar rechts. Dit kan nog heel leuk worden. We zoeken de burgemeester, heb ik begrepen. Ja. Ja. Waar is de burgemeester? Deur op slot. De nieuwe Schiedamse soap, aflevering 1. Waar is de burgemeester? Waar is de burgemeester? Nou, mevrouw Verhoeven, de stegen toch, we zijn ermee bezig. Maar u blijft het meeste achter, heb ik begrepen. Ja, maar ik zie ook zoveel leuke dingen in Schiedam. En even aandacht besteden, dat is veel belangrijker. Ja. Even toch over dit hele fenomeen. Ja, we hebben het net al gememoreerd. Dit is toch wel heel leuk als je met een grote groep doet, geloof ik. Ja, ik moet u zeggen, ik winkel niet zo heel erg veel. En als ik winkel, ga ik meestal heel gericht alle winkeltjes in. En vooral veel praatjes maken voor de gezelligheid. En nu moet ik me aanpassen aan de grote groep. Maar we hebben het erg naar ons zin met elkaar. Ja. En het leuke is dat je merkt dat raadsleden zijn die allemaal veel historie in de stad hebben, heel geïnteresseerd. Ja. Dus we zijn beslist niet alleen maar naar de pandjes aan het kijken, nee, van binnen, maar ook vooral aan de buitenzijde. Ja. En naar de kwaliteit van de stad en wat de leuke elementen zijn. Dat is de meerwaarde van met raadsleden deze route lopen. Ja. Toch is het natuurlijk de bedoeling dat niet alleen de raadsleden, maar ook Schiedammers, maar vooral mensen van buiten Schiedam dit natuurlijk gaan doen. Hoe gaan jullie nou als gemeente dit boekje, zoals dat heet, in de markt zetten? Nou, hij komt als extra bijlage in de Libellen, maar met name in deze regio. Dus de Libellen die in deze regio Rotterdam en omstreken verspreid wordt. Hij is bij ons VVV-kantoor verkrijgbaar. En al voordat we hem eigenlijk gepresenteerd hadden, of voordat wethouder Silje hem gepresenteerd heeft, hebben we al heel veel aanvragen gekregen van buiten de stad, waarin mensen belangstelling toonden voor dit boekje. Ja. En dit, u bent natuurlijk ook ons medium en hulpmiddel daarbij, waarvoor we u altijd dankbaar zijn dat u ons daar de gelegenheid voor biedt. En we mogen meewinkelen met de dames. Absoluut, u bent van harte welkom. Naar de BH's. We gaan naar de lingerie. Naar de lingerie. De lingerie voor. Wat is nou het mooiste moment om te gaan winkelen? Mensen zeggen vaak, ja, dat moet je zaterdagmiddag doen. Is dat wel zo? Nou ja, ik werk fulltime, dus ik heb niet zoveel mogelijkheden. Maar bij voorkeur voor mij niet zaterdagmiddag. Nee. Wat is jouw ideale middag? Nou, zo rustig mogelijk, dus liever 's morgens vroeg. Ja. Als de stad nog rustig is en daarna even wat drinken op de grote markt. Dat is mooi, hè? Beelden. Je belofte snel. Nee, maar ga even naar binnen, Wilma. Hoi, Piet. De ultieme verleiding van shoppen in Schiedam. Nou, niet alleen van shoppen in Schiedam natuurlijk, want dit kan overal staan. Ja. Maar deze is nu wel in Schiedam, dus deze is wel echt een mooi cadeautje. Trouwens, die hele wandelroute die we nou doorgedaan hebben. We hebben de stegen gedaan. We zijn naar leuke plekjes geweest. Toch even de kritische noot. Ja, dit vereist toch wel een portemonnee bij je hebben. Je hoeft niet altijd wat te kopen natuurlijk. Hè? Dus kijken mag ook. Niet alle winkels zijn duur. Dus daar kan je ook een keuze in maken. Je mag er ook voor sparen. Zou ook nog kunnen. Ja. Want we moeten natuurlijk wel vanuit gaan. Je komt overal op leuke plekjes, leuke hapjes, leuke kleding, leuke alles. Alles leuk, leuk, leuk. Maar leuk kost vaak geld. Leuk kost geld, ja. En natuurlijk als je in de shoppinggids kijkt, er staat geen
Dus we rekenen, we mogen dan toch wel rekenen op mensen die toch een beetje geld meenemen deze kant uit. Maar sparen is een mooi idee? Als je echt gewoon lekker onbezorgd wil winkelen, ja, dan moet je even sparen. En niet je creditcard pakken, want dan ben je altijd na afloop toch weer eigenlijk de sigaar van je eigen uitgaven. Potje op de schoorsteen? Potje, nou, zo erg is het nog niet. Ik doe het wel op de bank, zullen we dan.